Midlane mag het al enjoyen met dat geluid. Had je niet een catering? Oh nee, die heb je nog niet gekocht. Nee. Riot krijgt je geld niet. Ik heb zeker al te veel uitgegeven, dus Riot krijgt van jou niet meer. Nou, moet Riot even wat aardiger tegen mij doen. Kijk, Jan als naam! Nou, nu is het echt helemaal mooi. Wat stond daar? Kijk, Jan had naam, hè. Ah, nein! Ik ken ook PT! Nee! Oh nee, dan krijg ik, dan ga, als er wat tegen mij gezegd wordt, dan ga ik echt gewoon... Waarom ben ik alleen... wat gebeurt... Waarom ben ik pas na 1 minuut in-game gekomen? Ik ben letterlijk nu pas in-game. Nou, dat betekent een instap. Minions have spawned. Van wie? Maar je moet eigenlijk wel Windows 10 hebben voor DirectX 12. Dat schijnt iets goeds te zijn voor het game. Ja, dat vind ik wel weer. Maar dat wordt dit toch nog niet ondersteund door spellen. Ja, het is er wel, maar inderdaad, het is niet echt... Als ik een keer zin heb om mijn computer te verneuken, dan gaat de Windows 10 er wel op, maar nu heb ik daar nog geen zin in. Wie wil de headset op? Ja. Die vliegende windhoos. De vliegende PT. Vliegende, de flying, niet de flying Dutchman, maar de flying Portuguese. De flying foot of the man. Wat was het ook in Misaki de Kago? Nee, Mikago. Nee, Poetin, ja, Mikago of zo. Poetin de Kago. Ja, wil je mijn andere headshot ook hebben? Ja, dank je. Dat vind ik wel zo fucking flauw als dat, wat je dat is zo flauw dat je dat met Caitlyn kan doen, hè. Dan kun je gewoon zo een headshot opsparen en dan heb je zo'n headshot en als je dan iemand raakt met je net en dan doe je zo'n extra headshot op iemand en dan doe je daarna gewoon nog een headshot op iemand. Dat doe je. Gelukkig geen Ezreal het schild. Dan kunnen ze hier ook heel goed. Nee, oh, nu krijgt hij wel een schild. Auw. Hij heeft al geheeld, hij heeft al geheeld. Ja. Dan word je, nu word je echt geburnt. Is it hot in here? Is it just me? Or is it just me? Ally has been slain. Moeten ook nog eventjes Division. Hadden we dat had nog niet, net niet uitgespeeld. Zijn we nou ja, we hadden in principe de story, de alle hoofdmissies hebben we in ieder geval uitgespeeld. Maar dat zijn nog een heleboel van die side missies. Maar we zijn nog niet level 30. En als je level 30 bent, dan kun je nog weer. Dan kun je in ieder geval alle missies nog op een moeilijke niveau doen waarbij je allemaal hele leuke items kan krijgen. Dan kun je zeg maar nog weer verbeterde versies van items krijgen. Dan krijg je zeg maar oranje items, dacht ik. Oh, daar komt Nidalee aan. Even omheen dansen. Dat is een alpha. Maar als we level 30 zijn, dan zijn er ook weer speciale missies, van die dagelijkse missies ofzo. Er is in ieder geval echt nog
nog veel meer te doen als je level 30 bent. En dat waren we nog niet, dus dat moeten we dan nog even worden. En dan kunnen we in ieder geval even kijken of het dan... Want ik weet niet of het dan echt interessant is om het nog meer te spelen. Maar wij hebben het eigenlijk amper gespeeld. Volgens mij is het idee een beetje van de Division ook dat je gewoon... dat je meerdere karakters maakt, dat je het spel opnieuw speelt. Dat je ook eigenlijk het online wat meer doet. En dat hebben we eigenlijk amper gespeeld. Maar dat online is ook eigenlijk alleen maar interessant als je al level 30 bent en dus die betere items kan krijgen. Want anders dan... Zeker nu waar dat hoge levels zijn, dan heeft iedereen al van die leuke items. Nou, er waren ook mensen die al level 150 waren. Er zijn nu ook al mensen die over de level 200 zijn. Ja, ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt, maar dan speel je het lekker veel. Ik wil wel leven blijven spelen. Ja. Maar ik moet nog dat gasmasker moet ik even up. Ik heb volgens mij allemaal wel paarse wapens, maar ja, je kan dan zo meteen gewoon van die oranje wapens krijgen en dan wordt het interessant. Ja, dat moet ook even level 30 zijn. Nou, je kan ook, er is zo'n, oh ja, en we moeten natuurlijk ook nog even alle zoveel punten halen dat we alles nog tot max kunnen upgraden en zo. En er is ook, dat is ook een van die upgrades. Daar kun je zeg maar de statistieken van items kun je daar rerollen. Zeg maar. Dus dan kun je bijvoorbeeld, dan heb je een wapen, dan kun je de stats daarvan, die kun je dan wegdoen. En dan rerollen in iets interessants. Reroll, dat vind ik altijd leuk. En je kunt natuurlijk allemaal leuke items craften. Oh, jij had trouwens gezegd van, oh dat Overwatch, dat ziet er wel leuk uit. Nou, geloof me, dat is volgens mij echt geen reet aan. Nee man, oh nee, er komt iemand naar bot lane. Zal ik hem maar vast even tegenhouden? Oh nee! Ja, godverdomme. Nou, waarom is mijn maandag van mijn ulti nou weg? omdat die weg is. Waarom wordt de cooldown wel gerefund, maar de mana niet? Wat is dat voor onzin? Nou, om het rijdt zeg dat je een noob bent. En dan is het de doel. Geen mana voor je. Nou, zal ik dit even doen? Wat leuk. Nee, maar dat gasmasker, waar heb je die nou eigenlijk, die betere versie ervan, waar heb je die nou eigenlijk gekregen? Van dat gas, weet ik niet. Level 4 wat? Level 4, dat is ook een... Oh, dat zijn van die, dat zijn gewoon die upgrades van de clinic. Moet ik daar naar zoek gaan of heb ik gewoon het verkeerde genomen? Nee, zeg maar, je hebt in dat hoofdcentrum, waar die upgrades zijn hè, van security en... Ja. Ja, en dan heb je bij die health clinic, daar zijn een aantal van die upgrades, daar staat bij van als je deze neemt, dan gaat er een punt hoger in dat masker, zeg maar. Oh, die heb ik ook wel geüpgraded, maar dan heb ik zeker alleen maar dingen gekozen waar dan lekker geen punt omhoog gaat. Ja, precies. Dus je moet dan gewoon even diegene hebben die dat wel doen. Dan is het goed.
hetzelfde, moet ik iets heel speciaals. Mikago de puta. Ja. Over 5 dagen komt de GTX Miljoen uit. Over 2 dagen komt GTA de puta uit. Ja, die moeten we ook doen. Dat is wel leuk. Ik heb ook GTA video's nodig. Nou, ik heb dat nummer dan af. En dan kan ik dan... Want ik heb dat... Het voelt niet als een verplichting dat, dat muziek maken. Maar ik heb soms even zin om gewoon te gamen. En dan, even niet met dat muziek bezig zijn. Maar ik moet dat nummer nu wel af hebben. Zeg maar. Ja, maar waar hebben we backup? Ja, nee, maar ik moet dat nummer... Dus ik moest eigenlijk de hele tijd wel gewoon echt bezig zijn met dat nummer. Nou, nu komt een high. Nee, maar wat ik... Zoals ik probeerde te zeggen... Ik heb iemand te gaten genomen. Zoals ik probeerde te zeggen, dat nummer moet even af zijn. En als dat nummer dan... Daarom... Het is niet echt dat ik dan voor minder game, maar ik zat de hele tijd zo van... zal ik nou game of zal ik even met het nummer? Ja, zo. Nou, als dat nummer dan af is, dan kan ik gewoon even... Dan kan ik gewoon even... Dan ga ik gewoon weer even wat gamen. Zeg maar wat anders dan League of Legends doen. League of Legends... League of Legends staat op het standaardprogramma. Ik had soms ook van die, ik weet niet of je die ook wel eens hebt, maar van die dagen dat je dan, het is dan niet echt dat je moe bent of zo, maar je voelt je ook niet helemaal 100% wakker of iets dergelijks, en dan zit je zo achter je computer zo van, ja, ik weet eigenlijk ook echt niet heel erg waar ik zin in heb. En dan ja, zit ik zo van, daar heb ik eigenlijk niet echt veel zin om met de muziek bezig te zijn. En, maar ook eigenlijk niet zo heel erg veel zin om te gamen. Maar dan ga ik toch liever even een spiel maken. Het is dan ook niet echt dat je... Het voelt zeg maar beter als een soort van... dat gevoel wat je hebt als je hoofdpijn hebt, hè, dat zo van, ik heb niet veel zin om met dingen bezig te zijn. Dat gevoel, alleen dan zonder dat je pijn hebt. Ja, ik ken het wel. Terwijl ik dan wel oké heb geslapen en zo. Ik weet niet wat het dan is. Nee, wie komt hier aan? Ik kom aan, ik... Nou, dat raakte mij niet eens. Is dat fireproof? You can't contain me. Wil die bloeber nog steeds hebben? Voor mij heeft iemand anders. Kom
op man. Moet die Jasper... Ik vind dat zo irritant. Dat zijn... Dat doen die bronsmensen hier zo vaak. Dan zijn ze met zoveel mensen. En dan moet er altijd nog... Alsnog even iemand achter ons aanflashen. Kun je dan serieus alsnog gewoon winnen tegen 4? Ja. Ik weet niet echt met welke champions ik nou echt heb dat ik dat... Ja, ik had dat met Katarina altijd. Daar kon ik altijd wel 1 voor 5 spelen. Maar ik speel haar eigenlijk amper mee. Nou, ik speel haar eigenlijk helemaal niet, maar... Ja, flash er maar even voor. Goed zo, echt. Goed zo. Get done. Dat was ook zo'n flash. Ik flash... Ik liep eigenlijk zo'n beetje naar haar toe. Naar die push. En dan wegflashen terwijl ze op je springt. En dan kan ze niks meer. Ja, inderdaad. Maar dat is een beetje een bekend in de auto. Ik denk dat ik een tempo heb. Nee. Oh mijn god. Ja, die hobbel. Ja, die? Ja, die liep erop. Nee. Die liep erop. Ik weet niet wat Garen doet, maar hij kan ook gewoon die spear dodgen en dan niet flashen. Dragon. Welke dragon? De shit dragon? Of... Nou, nee, die is wel leuk. Die is wel oké. Okay. Ah, ik ben al dood. An ally has been slain. Kutkap, die staat er ook weer. Als die domme Yasuo nou gewoon alleen daar was. Hij had al zijn 0 vriendjes weer buiten. Can't contain me.
Hallo. Ik dacht maar even omhoog te kicken, maar dat deed ik niet. Jezus, die dude die deed echt een fucking uberkrit op mij. Pum 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 Wat doet die? Wat doet die? Aatrox, ongelooflijk veel damage. Holy shit, die Aatrox die krijgt immens veel damage op mij. Ja, inderdaad. Nou, daar kan ik maar één ding op zeggen. Ik koop een random interrobin. Zonias. Zonias? Nou ja, dan krijg je het sfeer van die kat op je en dan dat is ook wel leuk. Het gebeurt er op botlane. Oh weet je, maar dan moet ik even een koekje nemen. Nou, mijn farm is ook niet echt om u bijna houden te schreeuwen. Schreeuwen? Ja, die crits zien er ook wel erg leuk uit van Aatrox. Gary is maar ook wel leuk. Precies, drinken voorzet geen crit meer. An ally has been slain. Nou, push jij Bob maar, dan ga ik hier wel even. Cancel zijn te... Ja, wat doen ze nou? Wat dan? Ja, je zag hem wel toch recallen? Ja? Ja. Nou ben ik blind. Doe maar Garen. Ja, ik moet toch even flashen als je wat eerder was gegaan dan... Ja, pink, pink, pink. Nou, wat meen je dan niet? Waarom doet mijn ulti minder dan 200 damage op haar? Dat is een schild, doet. Ik kan het dood. Kom je nu halen en echt allemaal, je hoeft niet meer terug te gaan, je bent op dood. En ze kwamen al.
Ik had het bijna op de jager gedrukt. Ongeluk. Maar ik wilde voor de grap op de jager drukken. Maar. Ik wilde eerst even zien of... Nou, ik weet echt precies wat er gebeurt, maar dat... Ben je er nog? Hallo? Wow. Enemy killing spree. I am the fire that cleanses the world. Ben ik weer. Vader kwam hier met zijn eigen oprolsysteem voor om de zon tegen te houden, maar de zon is nu weg. Nee, heb Janna in ieder geval te pakken genomen. Nou, die Karen is ook echt zo achterlijk. Ik denk niet dat we dit gaan winnen. Deze mensen zijn echt zo slecht. Nou.
beeld heeft. Hij heeft nog steeds geen. Nou, ik stond stil. Ik stond gewoon stil, hè, en dan gooiden ze die speer er mis. Garen die zit gewoon lekker achter Jan aan het ding. Nou, mijn meehuis is uitgeveegd. ik had 25 stacks erop, had. Maar dat is alweer een tijd geleden. De base gaat er een beetje aan, ik defend het wel. Spawnen namelijk nu. Wat is dat nou weer voor idee? Die Garen is echt een achterlijke idioot. Die Garen is echt wel zo achterlijk, honingje. Dat is ook echt niet, dat is ook echt gewoon niet grappig meer hoe idioot hij is. Zou ik de dragon kunnen doen of is dat weer Oh, die Garen is turn ranked. What the hell? Dit gaat het zo niet worden. Ik ben voorbeeld.
Sizzling heb, dan kan ik deze demo carryen. Het is me tot nu tot nog toe weinig in voor de. Ah, kom maar. We hadden toch niks aan hem. laat hem maar weggaan. Wauw, dat had hij echt een stuk meer damage dan ik had verwacht. Oh, is hij weg? Is hij nou serieus geracequit? Hij is gewoon serieus geracequit volgens mij. Dat zou ik lang niet mee gaan. Alhoewel. Alhoewel. Nog ranken om over de muur te doen. Ja. Even over de muur. I'm on a short fuse. Ze moeten niet gaan backdoor. Oh, nou oké, that will do it. We hebben ook eigenlijk echt zo'n fucking shit rond. Ja. Want Caitlyn is echt zo... Caitlyn, dat werkt helemaal niet met Malphite of zo. Dat heeft toch geen zin, waar is dan dood? Dan kunnen zij niks.